Welkom bij de hoofdstuk 5 Bescherming Biocast. We hebben voor hoofdstuk 5 natuurlijk weer een aantal leerdoelen. Je moet kunnen uitleggen hoe de huid beschermt tegen een aantal dingen. Dat is uitdrogen, UV-straling van de zon en infecties. Je moet een aantal infectieziekten kunnen noemen die via het bloed verspreid worden. Je moet de gevolgen van een infectieziekte kunnen beschrijven en ook hoe je een besmetting kunt voorkomen. Je moet weten waarom inenten en antibiotica belangrijk zijn. Je moet een aantal SOA's en hun verschijnselen kunnen noemen. Je moet uit kunnen leggen hoe SOA's te voorkomen zijn. En je moet onderdelen van de huid kunnen herkennen in een afbeelding en de functie van die onderdelen kunnen noemen. Ook moet je nog kunnen uitleggen hoe de huid meehelpt bij het regelen van de lichaamstemperatuur. Dat zijn de leerdoelen bij hoofdstuk 5. Hier zie je een doorsnede van de huid. Het bovenste gedeelte vergroten we en dat gedeelte is de opperhuid. En die opperhuid bestaat weer uit twee gedeeltes. Dat is de horenlaag, dat zijn de dode cellen. Als je daar doorheen prikt, dan voel je niks. Eelt bestaat dus uit die horenlaag. En een likdoren, dus een stuk van het eelt wat naar binnen groeit en pijn doet, ook. De laag daaronder is levend. En dat is de kiemlaag. Daar zitten ook de pigmentcellen in die je huid hun kleur geven. En die horenlaag, dat eelt, slijt wel eens af. En dan komen er cellen uit de kiemlaag en die gaan naar boven toe. En die worden daar ook horen, worden ook dood. En dan heb je weer de huid vervangen. En dat gaat eigenlijk de hele tijd door. Het meeste op plekken waar de huid natuurlijk veel te lijden heeft. Zoals in je handpalmen of onder je voeten. De laag onder de opperhuid, dat is de lederhuid. Die zie je hier uitvergroot. En die lederhuid, daar zitten een heleboel organen in. Daar zitten zintuigcellen in. Maar ook zenuwen natuurlijk, die die zintuigen verbinden met de rest van je zenuwstelsel. Daar zitten de zweetklieren in. Maar ook de talgklieren, die de huid soepel houden. Daar zit in de bloedvaatjes. En daar zit de haar in. En die haar die zit niet los, die zit in een haarzakje. Allemaal onderdelen in de lederhuid. Dan is er per slot nog de onderste laag en dat is het onderhuidsbindweefsel. Daar zit vet in en dat is reservevoedsel en het is ook bescherming tegen de kou. Bloedvaatjes lopen daar natuurlijk ook in. De huid heeft een aantal taken. Hij beschermt je tegen bacteriën en andere ziekteverwekkers. Hij beschermt je tegen de zon. Hij beschermt je tegen uitdrogen. Hij beschermt je tegen hele lage temperaturen of juist hele hoge. En de huid waarschuwt je ook. Hij beschermt tegen, waarschuwt je bij te grote druk, bij beschadiging, bij pijn en ook bij hitte. Hierboven zie je de bloedvaatjes in de huid, de haarvaatjes, en daaronder zie je een zweetklier. En links zie je de temperatuur. Het groene is normaal, bij het blauwe is het te koud en bij het rode is het te warm in je lichaam. Let op de temperatuur is nu normaal, maar de temperatuur stijgt, je krijgt het dus te warm. Bijvoorbeeld, je bent aan het sporten bij gym. Je lichaam gaat dan zorgen dat die lichaamstemperatuur naar beneden gaat. Dat je warmte kwijtraakt. Het eerste wat gebeurt is dat de bloedvaatjes in de huid opengaan. Het warme bloed komt aan de oppervlakte en kan zijn hitte afgeven. Je huid wordt er ook rood van. Je zweetklieren gaan zweet maken. En dat zweet gaat verdampen en dat zorgt er ook weer voor dat je lichaamstemperatuur naar beneden gaat. Zelfs zo erg misschien dat je het te koud krijgt. Wat er dan gebeurt is dat de bloedvaatjes in de huid dichtgaan. Je krijgt juist een bleke huid. En de spieren in je huid die gaan zich samentrekken.
Dat zorgt ervoor van die spierbewegingen dat er extra warmte gemaakt wordt. En dan gaat je lichaamstemperatuur weer omhoog. Kijk hier naar de zon. En de zon die zendt licht uit natuurlijk. En dat zijn allemaal verschillende soorten licht. En wij gaan naar ultraviolet licht kijken. Er zit om de aarde heen een ozonlaag. En die ozonlaag die houdt een gedeelte van de ultraviolette straling van de zon tegen. Die komt aan daar bij die ozonlaag. En een gedeelte gaat inderdaad door naar de aarde toe. Maar ook een gedeelte wordt afgeketst. En dat ultraviolette licht, dat zorgt ervoor dat de pigmentcellen die in de huid zitten, dat die pigment gaan maken waardoor je huid een donkere kleur krijgt en je beter beschermd bent tegen de zon. Deze man die was duidelijk te laat en die is verbrand. De huid is daar beschadigd. Als je heel lang onbeschermd in de zon bent, kan je huid er zo uit gaan zien. En de ultraviolette straling kan er zelfs voor zorgen dat je huidkanker krijgt. Toch heeft die ultraviolette straling ook wel wat positieve kanten. Een aantal huidaandoeningen, zoals acne, jeugdpuisjes, psoriasis en eczeem, die worden minder onder invloed van de zon. Dus in de zomer heb je daar minder last van. De huid kan vitamine D maken onder invloed van het ultraviolette licht. Dus dat zijn de positieve dingen. Maar de negatieve dingen. Bruine kleur ook positief voor de meeste mensen. En de negatieve dingen is net verteld. Dat is de longkanker die je kunt krijgen en de veroudering van de huid doordat je veel in de zon zit. Hoe dat nou precies gaat dat je huid die kleur krijgt, dat is ongeveer zo. Je ziet hier een pigmentcel, die zit aan de onderkant eigenlijk van de kiemlaag. En het zonlicht zorgt ervoor dat die huid afgestoten wordt. De huidlagen die worden vervangen. En de zon die terechtkomt op de pigmentcel zorgt ervoor dat die pigmentkorrels gaat afgeven aan de nieuw te vormen horenlaagcellen. En daardoor krijg je huid die bruine kleur die je beschermt tegen de zon. Je ziet hier verschillende handen van verschillende mensen en die hebben allemaal net een andere kleur. Je kunt je huid in een aantal typen indelen. Type 1 is de huid met de minste pigment erin. Als je een huid hebt van type 1 en de zonkracht is 10, dan kun je met een formuletje uitrekenen hoe lang je in de zon mag zitten. Het maximum wat je in de zon mag zitten is bij huidtype 1 67 gedeeld door de zonkracht. Dus dat betekent dat je maximaal 67 gedeeld door 10 is 6,7 minuten onbeschermd in de zon mag zitten. Nou, als je dit huidtype hebt, dan moet je dus wel een zonnebrandcreme gebruiken. Als je die met factor 30 gebruikt, betekent het dat je het aantal minuten wat je in de zon zit met de factor 30 mag vermenigvuldigen. Dus 67 keer 10 maal 30 is 201 minuten. Dus dat is 3 uur en 21 minuten. Heb je huidtype 4, de donkerste huid, en de zonkracht is ook 10, dan is jouw formule 300 gedeeld door de zonkracht is 300 gedeeld door 10 is 30 minuten wat je onbeschermd in de zon mag zitten. Nou, waar moet je erg in houden als je in de zon gaat? Natuurlijk die bescherming van die zonnebrandcreme. Hier zo'nzelfde formuletje voor de factor 8. En in dit geval zou je dan 2 uur en 40 minuten in de zon mogen zitten. Wanneer moet je nou het meeste oppassen? Tussen 12 en 3, wanneer de zon het hoogst staat. Dan moet je zo min mogelijk in de zon zitten. Zorg dat je lichaam bedekt is. Zorg ook dat je hoofd bedekt is. Ga regelmatig in de schaduw. En op het water moet je helemaal oppassen, want het water reflecteert, dus krijg je de zon van twee kanten. Brandwonden. Dan is natuurlijk de huid aangetast, maar het ligt aan de temperatuur waaraan je bent blootgesteld, de oorzaak en de tijd, hoe erg die huid is aangetast. Je hebt eerste, tweede en derde graads verbrandingen.
Je ziet links een eerste graads verbranding. Er is de kiemlaag en een stukje van de lederhuid aangetast. Bij een tweede graads verbranding in het midden is ook een gedeelte van de lederhuid aangetast. En je ziet blazen zitten tussen de kiemlaag en de lederhuid. Bij de derde graads, de rechter, zijn alle huidlagen beschadigd. En die herstellen dan niet meer. Dus je hebt dan donorhuid nodig. En daar wordt vaak een netje van gemaakt om een grotere oppervlakte te krijgen. En die transplantatie gebeurt zodat je minder littekens krijgt. Er wordt een stukje huid weggenomen. Daarvan wordt een netje gemaakt om een grotere oppervlakte te krijgen. En dat wordt getransplanteerd. Dat zie je onder. Dit was de 5.1 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.